Tom, welkom, welkom bij Sparta. Wat zijn jouw verwachtingen van je nieuwe club? Nou, ik hoop gewoon op een heel mooi seizoen. Een hele mooie wedstrijden en een mooie klassering in de competitie. Wat een mooi verhaal is, waar iedereen met jou gelijk over begint. Misschien ben je het verhaal inmiddels al beu, maar je had ook de keuze uit Bayern München. Toch kom je naar het kasteel. Kun je die keuze toelichten? Ik heb in het begin een gesprek gehad met Sparta, met de trainer en de technische directeur. En dat was gewoon een heel goed gesprek. Een warm gevoel, goede organisatie, warme mensen. En dat voelde gewoon goed. En daarom heb ik voor Sparta gekozen. En die andere club, dat is nu gelijk vergeten, want het is niet doorgegaan. Of streelt die interesse je wel nog steeds? Natuurlijk is het leuk als zo'n club bij je aanklopt. Maar misschien dat het net een paar stappen te ver is. En ik vind dit gewoon een hele mooie club en ik ben blij dat ik hiervoor mag spelen. Is dit ook, als we kijken naar jouw loopbaan, een logische volgende stap? Ja, ik denk het wel. Dit is weer een stap hoger. En nu moet ik me hier weer laten zien. En wie weet waar mijn plafond ligt. Heb jij ergens nog getwijfeld, ook als je Sparta het afgelopen seizoen hebt bekeken? Want dat was zachtjes uitgedrukt niet het beste seizoen uit de clubhistorie. Nee, klopt. Maar dan weet je dat het alleen maar beter kan gaan. En het is gewoon, wat ik al zeg, een hele mooie club. En ik ben trots dat ik hier mag spelen.